heb je eerste hamer. Ik zal even kort in grote lijnen toch nog een stukje herhalen, want misschien was niet iedereen daarbij of weet het niet meer. Ik ben Amy, ik ben 28 jaar en ik werd geboren in een christelijk gezin. Maar toch was mijn leven niet perfect. Ik had te maken met mishandeling, ik had te maken met pesten en ik zat niet goed in mijn vel. Toen ik eigenlijk als kind al kwam ik in aanraking met occultisme. En toen ik 10 jaar was, toen gaf ik mijn leven aan Satan. En probeerde ik te leven als satanist. Wat een hele heftige periode is geweest. Toen ik 16 jaar was, toen kwamen er in een hele korte tijd kwamen er verschillende mensen naar mij toe met je moet Psalm 91 gaan lezen. En eerst wilde ik dat niet, maar uiteindelijk werd ik toch wel heel nieuwsgierig en ben ik dat gaan lezen. En op het moment dat ik dat ging lezen, raakte God mijn hart aan. En zag ik, want er staan zoveel dingen in die tekst, die gewoon waar ik mijn hele leven al naar op zoek was. De veiligheid, de geborgenheid, de God die voor mij zorgt, de God die van mij houdt, de God die bij mij is. En dat raakte mij en ik gaf mijn leven aan Jezus. En ondanks dat ik mijn leven aan Jezus had gegeven, was mijn leven nog lang niet perfect. Want ik zat op dat moment opgenomen in de psychiatrie. En dat heeft nog 10 jaar geduurd. Ik ging van kliniek naar kliniek en ik deed zelfs een aantal zelfmoordpogingen. Ik was depressief, ik had borderline en nog een aantal stoornissen. En ik wist gewoon niet hoe ik met het leven om moest gaan. En een aantal jaar geleden stond ik hier en toen vertelde ik al van dat er echt een stuk stabiliteit was gekomen. Dat er echt een verschil was gekomen. Maar daarna is nog heel veel gebeurd. Want zo'n 2 jaar geleden, toen begon God te spreken van ik wil dat je weggaat uit Ede. Ik wil dat je verhuist en ik wil dat je naar Enschede gaat. En in Enschede kende ik niks. Niks en niemand. Maar het werd keer op keer bevestigd dat ik het moest gaan doen. En in Ede zat ik nog in een beschermd wonen en ik zou daar zelfstandig gaan wonen. Van 2 keer per dag begeleiding naar daar in een uppie wonen. Maar ik wist dat ik het moest doen. En eigenlijk puur in geloof, terwijl er genoeg mensen waren die het me afraden, ben ik dat gaan doen. En daar is mijn leven echt gaan veranderen. Daar is echt, op het moment dat ik daar kwam te wonen, ik kwam daar en ik had niks en niemand en ik werd teruggeworpen op mezelf en op God. En wat ik deed, was het eerste half jaar heb ik alleen maar elke dag uren bij God gezeten. En ik leerde om steeds meer te gaan luisteren naar de Heilige Geest, dat Hij echt een vriend is die ook naast mij loopt. Als ik met een vriend over straat loop, dan overleg je met hem wat je gaat doen of elk dingetje overleg je met hem. En de Heilige Geest loopt op die manier naast mij. En ik leerde om gewoon in alles naar hem te kijken. En er zijn nog tal van keuzes geweest die ik in dat half jaar heb moeten maken. Die niet altijd makkelijk waren, maar waarvan ik wist van de Geest zegt dat ik dat moet doen. En als ik ergens tegenaan liep, vroeg ik aan God, Heer, hoe mag ik dit aanpakken? En dan kreeg ik de creatiefste plannen van aanpak. En eigenlijk kon ik na een half jaar zeggen dat God mij volledig genas. Dat God elke diagnose heeft weggewist. En ik ben zo onwijs dankbaar. En dat is allemaal in een half jaar tijd gebeurd. Echt in sneltreinvaart. En het tweede half jaar heb ik mogen zien dat God ook andere dingen op mijn pad bracht. Dat er contacten kwamen. Dat er dingen kwamen om te doen. En dat ik me nu gewoon, bijna elke dag mag inzetten voor missionair kinder- en tienerwerk. En dat vind ik geweldig om te doen. Maar ik ben vooral gewoon echt heel dankbaar wat God heeft gedaan. En ook voor de periode die zwaar is geweest, ben ik nu dankbaar. Omdat ik
wel door die periode heb mogen leren wat het is om echt in alles met God te leven. En elke stap met Hem te overleggen. Want Hij is het die mijn leven heeft veranderd, niemand anders. En dat is het mooiste wat je kan overkomen.